Kijk, Lerby was de grote man. Die schot iedereen stijf. Maar toen hij geen bal meer raakte, was snel afgelopen met Lerby. Toen was het meteen voorbij. Ja, natuurlijk. Kijk, die was alleen maar de hele dag bezig om iedereen aan te pakken en scherp te houden. Dat zei hij in de auto al, toch, tegen jou? Ja, dan haalde hij me om 9 uur op, ochtends. Dan ging hij even naar de hertgang. Dan zegt hij, nou, ik ga echt die Gerrits aanpakken vandaag. Want die gaat er echt te veel in geloven. Die moeten we weer een beetje... En hij had elke dag wel weer een ander. En hij was ook nooit aardig of zo tegen ze. Ja, als hij in de kroeg stond, was hij hartstikke gezellig. Ja. Kijk. Maar op het moment dat jij op die manier dat allemaal afdwingt... en je wordt zelf minder en je wordt zelf slechter... ja, dan laten ze je als een baksteen vallen natuurlijk. Hè, want ze vonden het gewoon een lul, uiteindelijk. Hij is wel aardig. Ja, hij is heel aardig. De allerlaatste keer dat ik hem gezien heb, was in Le Garage. Le Garage gingen we eten. Ja, en ik zit daar ja maar dan is hij de leukste van ik allemaal. Ik zit daar te eten met Maarten en Lebby komt binnen met zijn vriendin, vrouw. Dus die ging bij ons aan tafel zitten en drinken. Ja. Ja. Maar ik vond het een beetje, wat ik nou een beetje vervelend vond... dat hij, als hij iets ging vertellen, ging hij staan. Oh. Dus dan zaten wij en dan ging hij iets vertellen en dan ging hij staan. Ja. Dat vond ik heel, een beetje... Dus wat gebeurt er? Hij is 4 keer gaan staan. Dus ik denk bij de 4e keer, weet je wat? Ik haal gewoon die stoel weg zo. En hij wil weer gaan zitten, Wilfred. En hij maakt een doodsmakker, Johan. Dat heb jij nog nooit gezien, Wim. Ja, ja. Die kwam 5 meter verder op de tafel terecht. Ik wist niet wat ik zag. Dus die komt overeind. Die zegt, dit is me nog nooit gebeurd. En ik durfde eigenlijk niet te zeggen dat ik dat gedaan had. Dat was heel verstandig. Dat had hij in elkaar geslagen. Ja, heel verstandig. Hij kijkt nu, denk ik, hè, sure. Nee, maar, dat was een hele leuke gozer. Ja. Echt een Willem gozer. En in zijn goede tijd nam hij ook iedereen op sleeptouw. Alleen, hij was wel vol bezig, 90 minuten en elke training iedereen scherp te houden. Ja. En niet op een hele aardige manier elke keer weer. En Ruud bijvoorbeeld, Gullit, die was natuurlijk veel meer van een aardige jongen, leuk. En die was natuurlijk zo exceptioneel goed... dat leiderschap wel weer werd geaccepteerd van hem. Maar ja, goed, op een gegeven moment... Maar die Michael Jordan was op het eind toch ook een lul gewoon, of niet? Was een vervelende man geworden op het eind. Ah, tuurlijk, maar Wim, als je 15 jaar lang als Jezus Christus behandeld wordt... Ja, dat valt lekker mee. Maar hij stopte, toen was hij nog de beste van allemaal. Ja. Ja. Alleen, kijk, in een voetbalcarrière, met die Lerby dan of met andere voetballen, op een gegeven moment word je minder en dan word je niet meer geaccepteerd. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.